Door wie gefeliciteerd, waar ben je vooral tevreden over? Over het resultaat. Wat is de progressie die er geboekt is? Nou, dat kan ik eigenlijk niet zeggen, omdat ik vond dat Hongarije in de tweede helft zeer ongeorganiseerd speelde. Armoedig? En daar moesten wij eigenlijk veel meer gebruik van maken. Ook tegen Turkije hadden we dat, vond ik ook, dat we veel meer gebruik hadden moeten maken van. We hebben nu wel de kansen uitgespeeld, alleen de kansen ook weer onbenut gelaten. 1-4 internationaal gezien is fantastisch. Met een jonge ploeg. Tevreden over, ook over Klaasie, die zo links en rechts wat kritiek heeft gehad dat hij te weinig vooruit speelde. Vond je dat hij dat vandaag meer deed? Ja, dat heeft hij zeker meer gedaan. En, ik vond nu dat hij niet altijd aansloot. En dat is ook heel erg belangrijk om de afvallende ballen te onderscheppen. Maar in principe heeft hij een goede wedstrijd gespeeld. Er zijn er wel meer die een hele goede wedstrijd hebben. Ja, noem er eens een paar die jij echt heel goed vond. Nee, dat zeg ik tegen mijn spelers. Niet voor de camera, want dan gaat iedereen weer mee op de loop. Ja, maar het is wel handig als de rest van Nederland het ook weet als ik een vraag stel. Die kunnen allemaal een eigen mening vormen, zoals jij dat ook kan. Ja. Goed. Ja. Ik vond het woord armoedig. Hongarije was de tweede helft wel armoedig. Hè? Of lag dat ook puur aan jullie? Nou ja, jij mag het beschrijven zoals jij het wil. Ja, ik vraag jouw mening. Ja, maar ik denk dat het internationaal een geweldige uitslag is. Als je dan ook nog ziet dat je Van Persie en Robben en Strootman moet missen in een wedstrijd. Ja, ik vind het nogal wat. En dan ga jij zeggen dat Hongarije armoedig is. Nou ja, het zijn jouw woorden. Hoe is het met die jongens? Robben, moet je vlak voor de wedstrijd missen? Hoe is het met hem? Ja, hij voelde wat in zijn liesstreek en we hebben geen risico genomen. Dus datzelfde geldt voor Van Persie in de rust. Ook uit voorzorg eruit genomen. Dat is geen scheuring? Nee, zoals het er nu naar uitziet niet. Maar je ziet wat er met Tim Krul gebeurd is. Daar hebben we ook weer een keuze moeten maken. En achteraf is het natuurlijk een fantastische keuze dat we hem naar huis gestuurd hebben. Want het bleek toch ernstiger te zijn dan wij zelf. En hij zelf had verwacht. Want hij zei tegen mij, ik kan gewoon dinsdag spelen. Nou, dat had zeker niet zo uitgepakt. Nou, nu ook uit voorzorg van Persie eruit. En Strootman had ook een knietje in zijn rug. Dat was al in de eerste helft. Hij heeft doorgespeeld. Maar ja, werd ook stijver en hebben we ook moeten wisselen. Geen enkele club krijgt een speler terug met een spierscheuring. Bruno Martens, Inti niet. Nee. Robben niet en Van Persie niet. Die heeft ook een kneuzing opgelopen en dat gaat opstijven, zoals dat heet. En die hebben we ook uit voorzorg eruit genomen. Dus ja, ik vind het knap dat wij, ondanks dat wij 4 keer moesten wisselen, waarvan gelukkig 1 keer voor de wedstrijd, dat wij dan op deze wijze ons laten zien. Dankjewel.